dat je kijkt naar deze nieuwe video. Dit keer geen verhuisvideo, maar wel een aantal updates over het huis. We hebben lampen opgehangen en we zijn gisteren naar IKEA geweest. Dus ik dacht dat is wel leuk om jullie even goed te laten zien. En verder gaat deze video eigenlijk over het omswitchen van mijn zomerspullen naar mijn winterspullen in mijn kast. Dus mocht je daar zin in hebben, doe dan heel even je duimpje omhoog en abonneer je op mijn kanaal. Als dat je geen video's wil missen. En dan gaan we nu beginnen. We hadden gisteren overigens deze hele mooie bloemen gekregen van mijn schoonouders. Die kwamen hier gisteren eten, dus super lief. En we zijn zojuist heel even naar de Xenos geweest. En daar hebben we een rasp gekocht. Zo'n keukenrasp, maar niet zo'n grote. Die wilden we eerst, maar ik vond die best wel groter in de keuken. En gisteren kwamen we erachter dat we dus geen kurkentrekker hebben. Dus vandaar de kurkentrekker. En het servies was nu 3+1 gratis. Dus dat hebben we ook gekocht. Twee van deze kommetjes. Voor wat dipjes en zo in te doen bijvoorbeeld. En dan één middelkom. Denk ik. Ik noem het maar even zo. En dan deze grotere kom. En die vind ik gewoon heel erg mooi voor salades bijvoorbeeld in te doen. Dat soort dingen. En we hadden ook nog inpakpapier gehaald. Ik wil graag met kerst een beetje die bruin tinten aanhouden. En dan misschien met wit lint of met zwart lint. Maar gewoon heel simpel. En die waren 1,99. En nu ga ik verder met mijn kast. En vanavond ga ik heel even mijn haar wassen. Want dat is wel nodig. Maar nu ga ik verder met mijn kast en laat ik jullie ook heel even de items zien van de IKEA die we gisteren hebben gekocht. We hebben dus gisteren deze lamp gekocht. Heel minimaal en simpel, maar dat wilde ik ook graag. Ik ben er echt heel blij mee. Alleen onderaan moet ik nog heel even die kabel zien weg te werken. Die kan hier gewoon onder die ronde schaal, zeg maar, waar die op staat. Maar dit is dus de lamp. Heel blij mee. En je kunt hem, zeg maar, aan en uit doen met dit dingetje. Daarnaast hebben we ook deze lamp gekocht. Heel simpel, maar ik vond het op zich wel mooi. En ik wilde niet heel veel geld uitgeven momenteel. Ik had een paar mooie lampen gezien, maar die waren 300 euro. En die leken hier heel erg op, dus ik ben hier heel erg blij mee. Gewoon een simpele lamp. Ja, maar ik wilde de slaapkamer ook minimaal houden. Ik denk dat het belangrijk is dat je gewoon rustig kan slapen, dus ik vond dit wel erbij passen. Ik zal ook heel even laten zien wat ik aan heb vandaag. Ik heb deze blazer aan, die is van Naked. Heel simpel. Topje is van Villa en ik heb een plissé rok aan van de H&M. En mijn schoenen zijn van Manfield. En mijn horloge is van Tof Essentials. En kijk hoe leuk mijn nagels trouwens zijn. En ik ga daar het bed opmaken en ik ga nu verder met mijn kast. De rest van de items van IKEA laten zien en we hebben best wel veel geshopt. Dus ik zal beginnen met uitpakken. Ik ben er overigens heel even bij gaan zitten, want en ik heb mijn joggingbroek aangedaan. Om te beginnen, we zijn begonnen met geurkaarsen. Deze waren nu in de aanbieding. Ik denk omdat dit een zomergeur is, omdat het aardbeien is, maar die ruikt zo lekker. Dus deze heb ik gekocht. Ik weet alleen even alle prijzen niet, want de bon zit hier niet in. Volgens mij hebben we de bon ook digitaal gekregen. Daarna had ik deze gekocht. En hier hebben we er vier van. Alleen die andere vier heb ik al weggezet. Dat zijn deze. Oeh, dit is wel heel fel licht. Maar dit is volgens mij granaatappelgeur. Ook super lekker. Maar die waren ook in de aanbieding, omdat dit ook een zomergeur is. Maar ik vind het gewoon lekker om. Ik vind het fijn om nu nog steeds aan te doen. Omdat ik hou van zomergeuren. Ik hou niet zo heel erg van bijvoorbeeld die houtgeuren of zo. Of die denappelgeuren. Ik hou daar niet van. Dus dit past goed bij mij. En dan als laatste had ik deze kaars nog. En dit is meer een beetje zo'n jamgeur. Dat kun je ook zien op het label. En die ruikt wel iets meer, iets winterachtiger. Maar bijvoorbeeld als je zelf jam gaat maken, dat het hele huis dan ruikt naar jam. En daar ruikt deze een beetje raar. Dus heel erg blij mee. Ik hou echt van kaarsen van IKEA. Heel veel mensen hebben dat met de kaarsen van Action. Dus laat even weten of jij team IKEA bent of team Action. Bij de Action hebben ze natuurlijk ook heel veel geurkaarsen. Maar ik koop ze altijd heel graag bij de IKEA. Oké, okay, de volgende items zijn iets meer gerelateerd aan saaie dingen. We hebben deze gekocht. Zoals jullie weten hebben we hierboven op de kasten van die witte
ja, dat is een opbergdozen die je uit kan klappen. En dit is er nog eentje, alleen een iets kleinere, kleiner formaat. Die past perfect langs die andere. Dus dat is deze. Daarnaast hadden we nog drie van die bakjes gekocht. Van die kleine formaat bakjes. En hier wilde ik eigenlijk bijvoorbeeld mijn ondergoed en zo in doen. Alleen weet ik niet of het gaat passen, want ik had per ongeluk niet opgemeten. Maar anders vind ik er wel een andere ruimte voor waar ze wel in passen. Dus die heb ik er drie gekocht. Deze gekocht, dat zijn van die opbergsystemen voor in je kast. Hier wil ik of mijn ondergoed ook in doen. Of mijn sokken bijvoorbeeld. Want ik heb nu heel veel sneakers sokken er nog in liggen. Van de vakantie ook. Maar dat kan dus ook. Ja, die kan ik dan gaan opdelen. Want die heb ik niet allemaal nodig nu. Dan kan ik die hierin doen. Ook mijn wintersokken. Ook mijn wintersokken. En daarna hadden we nog plastic bakjes gekocht. Heel simpel. Eén brede en één niet zo diepe. Ja, één diepe, één niet zo diepe. En ook nog zo'n smalle, die neemt ze wel eens mee naar het werk. Daar kan hij wraps in doen of zo. Meestal neemt hij wraps mee. Of een quinoa salade, kan alles eigenlijk in. En die kunnen ook gewoon in de diepvries. Dus die hadden we nog gekocht. En volgens mij was het al het. Ja, dat was het. Dus ik ga nu echt verder met mijn kast. En dan ga ik jullie dadelijk ook heel even op een timelapse hebben. Want ik moet heel even gaan kijken hoe ik het precies ga aanpakken. Ik heb namelijk geen idee. Dit is hoe mijn kasten er momenteel uitzien. Ik zal heel eventjes de deur open doen. Ik heb hier rokjes hangen en blazers. Bovenin liggen tassen. En hieronder hangen al mijn broeken. En mijn schoenen staan ook daar. Maar al de witte broeken en zo, of die witte, die kunnen er gewoon uit. Want dit hangt nu gewoon veel te vol. En dan heb ik in deze kast. Dit is echt zo'n rotzooi. Ik heb gewoon echt van alles neergegooid gewoon. Want op een gegeven moment zag ik het niet meer. Hier heb ik eigenlijk tot nu toe, als je het georganiseerd kan noemen, een aantal truien hangen, blousjes en korte mouwen shirtjes. Hier beneden ook hemdjes en wat truien. En daar ook sportkleding en joggingpakken en mijn schoenen. Dus dat is deze kast. En dan heb ik hier aan de zijkant nog een kast met mijn jurken. Het kan zijn dat die een beetje donker is. Dit gedeelte is van Sebas, dus daar kom ik niet aan. Maar dat zijn al mijn jurken. Maar daar hangen ook gewoon nog zomerjurken tussen. En ik heb daaronder nog schoenen staan. Ook daar. En daarboven heb ik ook nog schoenen staan. En hier liggen nog tassen, die moet ik opruimen. Ja, dus dat. En dan heb ik hier eigenlijk, hier ben ik. Dan heb ik hier eigenlijk al mijn wintertruien liggen. En ook nog winter, andere winterspullen, jurken en dat soort dingen.
Vandaag is het maandag en ik was er gisteren niet meer aan toegekomen om het eindresultaat te laten zien. En het werd ook een beetje te donker. Dus vandaar dat ik nu de vlog nog een keer oppak. Het is dus vandaag maandag en ik ben al iets verder gekomen met mijn kast. Ik wil wel nog wat dingetjes organiseren. En ik merk ook dat ik best wel veel items mis die ik graag in mijn kast wil hebben. Dus bepaalde truien die ik zeg maar niet meer draag, die wil ik eigenlijk gaan verkopen. En ik wil wat nieuwe staple pieces erin. En ik wil ook nog mijn ondergoed en sokkenlagen organiseren. Want ik heb gisteren ook wat bakjes gekocht. En ook voor mijn skincare en dat soort dingen. Dus dat wil ik ook gaan organiseren. Maar ik ga jullie nu heel even het eindresultaat laten zien van mijn kast. En ja, er komen nog genoeg nieuwe dingen binnen. Dus ik hou jullie sowieso op de hoogte. Ik heb mijn truien zeg maar nu zo opgehangen. Dus van donker naar een beetje rood. Kijk, eigenlijk deze truien bijvoorbeeld draag ik niet meer. Dus die wil ik gaan verkopen. Maar ik vind het wel handig dat die dan even goed in mijn kast hangt. Want anders moet ik het weer ergens neerleggen apart. En dat vind ik gewoon heel rommelig. Maar goed, dit zijn eigenlijk mijn beige truien, mijn witte, ook mijn Spencers. Ja, dat eigenlijk. Sommige die wil ik verkopen. Zoals deze, die draag ik eigenlijk nooit. Dit is ook geen kleur van mij. Die heb ik maar één keer aangehad. Die is van American Eagle. Maar dit draag ik eigenlijk nooit. Dus vandaar. En dan heb ik hieronder twee dikke truien, want die wil ik niet ophangen omdat dat van die gebreide truien zijn. Dan heb ik eigenlijk vooral joggingspullen, dus comfy kleding. Daarboven hier heb ik gewoon witte shirtjes en toevallig één gebreid shirtje. Zwarte shirtjes en een zwarte trui. Colletjes en nog meer dunnere truitjes en colletjes. En beneden staan schoenen. Dus dat is dit. En dan heb ik daarboven eigenlijk nog een ruimte over, maar goed, daar kan ik zelf niet bij, dus dat is niet zo handig. Dan is dit de kast met mijn broeken en met mijn blazers en blousjes. Hier is eigenlijk niet zo heel erg veel veranderd. Ik heb gewoon een aantal witte broeken eruit gehaald. En vooral meer donkere broeken laten hangen. Ik wil mijn sneakers hier neer gaan zetten. Sommige staan nog in het schoenrekje. En ik heb mijn korte rokjes hier ook opgehangen. Ik kwam er eigenlijk achter dat ik niet zo heel veel korte rokjes heb. Dus misschien dat het wel leuk is. Omdat dit jaar best wel skater skirts en zo in zijn. Dus, en ik hou daar wel heel erg van. Dus ik denk dat ik daar wel een aantal items van ga oppikken. En hier hangen eigenlijk mijn blazers. En ik heb mijn witte blazer laten hangen. Omdat ik bang ben dat die anders gaat kreuken in de koffer of in die bakken hierboven. Ja, eigenlijk blazers. Vooral en ook wel vesten heb ik hier hangen. Mijn poncho. Blousjes, ja, eigenlijk dat. Maar ik mis nog een aantal blousjes, maar ik denk dat die nog bij mijn ouders hangen. En ik heb hier ook mijn lange rokken onder andere hangen, omdat die daar beneden anders op die schoenen komen. En dat vind ik best wel irritant, want sommige broeken hebben dat al. En dat vind ik gewoon heel irritant. Dus dat zijn de blazers en mijn broeken en de blousjes. En hier moet ik wel nog iets van organizing doen, want ik merk, ik moet mijn tassen ergens kwijt. Die hangen nog steeds hetzelfde als eerst. Maar hier hangen eigenlijk al mijn jurken en mijn lange vesten, mijn jumpsuits, dat soort dingen eigenlijk. Vooral jurken. En ook mijn jassen achteraan, vooral mijn dikke jassen. Het gaat eigenlijk van donker ook weer naar lichter. En dit is echt voor de herfst bijvoorbeeld. Ja, en dit zijn eigenlijk mijn jurken die ik het meeste ook draag. Dat zijn van die beige tinten. En dan heb ik hier onder mijn lange laarzen staan. En mijn hakjes, zeg maar. Ook mijn laarzen met hak. Maar ook hier mis ik nog een aantal schoenen. Maar die staan dus nog bij mijn ouders. En deze moet ik echt binnenkort ook gaan organiseren. Maar daar had ik echt geen zin meer in gisteravond. Maar dit zijn al mijn mutsen en mijn sjaals en handschoenen en dat soort dingen. Dus dat. En dan heb ik hier om het hoekje ook nog mijn statief staan. Dus dit is nu mijn kast zoals die is. Ik heb hier dus een vuilniszak staan met alle kleding die ik eigenlijk weg wil doen. En die ik ook niet meer kan verkopen, dus dat. En hier, ik heb zoveel hangers over. Echt niet normaal. Maar goed, normaal heb ik eigenlijk alleen witte hangers. Deze is van mijn ouders. Sebas heeft hier ook wat jassen hangen, omdat hij die niet kwijt kan in zijn kast. En ik moet even een oplossing gaan zoeken. En ik heb ook nog een aantal jassen hier hangen. Maar ik was eventjes wat shirtjes aan het... die had ik op refresh gezet. Dus die zijn even aan het uithangen. Dan zijn die weer schoon. Ik zal even mijn outfit laten zien van vandaag. Ik draag deze jurk van de H&M.
Ik heb mijn haar in een staartje gedaan. Mijn coachoorbellen heb ik in. Kettingje is van mijn moeder geweest. En mijn armbandjes. Eentje is van Safira en die andere weet ik niet meer. Maar de jurk is dus van H&M. En ik draag gewoon mijn sloffen vandaag. Ik heb vanmiddag een meeting. Maar dan kan ik dit ook gewoon aanhouden. Ik draag mijn lippenstift is van Charlotte Tilbury. En ik heb hier ook nog een ringetje om. Die is van... ook van Safira volgens mij. Dus ja, dat is mijn outfit voor vandaag. Gewoon makkelijk voor op de bank ook. Maar ook voor het organiseren van mijn kleren. En dus ook nu heel even mijn sokken laten. Want daar ga ik nu aan beginnen. Ik merk wel dat dit weer ervoor zorgt dat ik echt aan het zoeken ben naar de juiste belichting. En dat is al gauw in de woonkamer. Want die heeft gewoon het beste licht. Maar ik wil jullie trouwens heel erg bedanken voor alle views op mijn laatste H&M showblog. Ik vind het super leuk om te zien dat zoveel mensen naar mijn video's kijken en gewoon ook een duimpje geven en überhaupt een comment achterlaten vind ik al super lief. Dus super dankjewel daarvoor. En ik merk ook gewoon dat ik het super leuk vind om te doen. Dus ik ga er ook zeker mee door. En ik ben heel erg benieuwd naar video suggesties vanuit jullie. Ik had al gezien dat iemand routine video's leuk vindt. Dus misschien dat ik daarmee aan de slag ga, maar dan merk ik... ik heb nu nog niet echt een routine, want vanaf morgen begin ik met een andere baan. Dan is mijn routine toch weer anders dan normaal. Ik heb dan 1 dag in de week vrij, dus misschien dat ik dan mijn routine kan filmen. Want dat is... ja, ik kan 's morgens wel filmen, maar dat kost me best wel veel tijd. Dus ik moet heel even kijken hoe ik dat precies ga doen. Maar ik heb het in mijn hoofd, dus... maar laat vooral ook weten wat jullie nog meer willen zien, welke merken jullie leuk vinden om te zien, dat soort dingetjes. Dan ga ik daarmee aan de slag. En nu ga ik echt aan de slag met mijn sokken en mijn ondergoed, et cetera. Opgedeeld. Hier mijn dagelijkse sokken eigenlijk. Zwarte, witte of ja, donkere. Donkere en normale. Witte sokken, dikke sokken, al mijn zwarte sneakers en langere sokken en mijn maillots. Ik draag eigenlijk nooit maillots, maar eigenlijk alleen met carnaval. That's it. En dan heb ik hier nog ruimte over en ik denk dat ik hier iets van panties of zo ga doen, want ik moet even kijken waar ik dat kwijt ga laten. En ik heb bijvoorbeeld ook sportsokken, zoals deze. Maar die leg ik even bij mijn sportspullen neer. Dat is makkelijker. Maar dit is hoe het er nu uitziet. Al veel beter als eerst. En nu kan ik gewoon goed zien wat ik heb. Want ik heb eigenlijk veel te veel sokken. Maar goed, nu is het gewoon organized en fijn. Bij deze ga ik de vlog afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. En mocht je deze video leuk vinden, doe dan heel even je duimpje omhoog en abonneer je zeker op mijn kanaal, zodat je geen andere video wil missen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!